En klikken over je vuilnis is natuurlijk super makkelijk, want er past veel in en hij staat lekker buiten. Maar ja, zoals elke vuilnisbak wordt hij natuurlijk wel vies, wat op zich niet zo'n probleem is, maar die stank is wel wat minder. Jij bent dus de expert op het gebied van kliko schoonmaken. Maar is dat nou geen dirty job? Nou ja, voor mensen wel zelf eigenlijk, voor ons eigenlijk niet. Zoals je kan zien, wij hebben een volautomatische wagen. Het enige wat we eigenlijk doen is we stoppen simpelweg de bakken in onze wagen met een speciale kop. Die worden volledig gereinigd en worden ze weer schoon en fris voor de klant gemaakt. Dus voor ons is het heel makkelijk. Maar waarom doen mensen het eigenlijk niet zelf? Is dat luiigheid, denk je? Veel mensen leggen hem op zijn zijkant. Wat er dan gebeurt, ze gaan met de kerker gaan ze erin. Nou, dan is die een beetje, maak ze hem schoon. Veel komt op je schoenen en op je broek terecht. En dat gaat natuurlijk door de halve straat door. Vervolgens gaan ze inderdaad een flesje chloor vaak ingooien. Om het een beetje schoon te maken. Het hele punt is dan, als je dat voor de hele gemeente zou doen, dan gaat het dus inderdaad om 40.000 kliko's. En dan gaat er dus 20.000 liter in zijn geheel in het oppervlaktewater. En dat is niet echt heel erg milieuvriendelijk. Ja, maar is dit dan niet slecht voor het milieu? Nee, totaal niet. Wat wij doen, wij filteren ons eigen water. Dus het vieze water wat we hebben, wat uit de bakken komen, dat wordt voor ons eigen systeem wordt het opnieuw gebruikt. Voor de nieuwe bakken, dus al het vuile water nemen we gewoon mee. Je krijgt niet de halve straat dat onder ligt. Wat voor wasmiddel gebruiken jullie dan? Helemaal geen. Geen wasmiddel, dat is natuurlijk heel slecht voor het milieu. Wij werken puur met een systeem wat gebaseerd is op hoge druk. En op basis daarvan worden de bakken netjes gereinigd en niet met allerlei chemische middelen. Want dat is natuurlijk niet de manier waarop we het willen. Maar het ruikt wel naar citroen. Dat klopt, dat klopt. Het ruikt naar citroen omdat we het eigenlijk willen. Klanten willen een frisse bak. Ja. Ze willen juist af van de stank. Ze hoeven geen beauty contest te winnen natuurlijk. Het gaat om de vieze geuren en de beestjes die vaak blijven hangen na het zelf schoonmaken. Dat is de reden waarom wij een speciaal citroenmiddel hebben, waardoor de bak ook langer fris blijft ruiken. Want dan is het niet alleen schoon, maar ook nog eens een keer fris. En hoeveel containers maak je dan schoon op een dag? Dus ik kan ongeveer zeggen zo'n 10.000 bakken. En komen jullie dan elke week? Nee, dat is eigenlijk niet nodig. Om de twee weken, om het zo te zeggen, voor de groene en de grijze, want die worden natuurlijk om de week worden ze gelegd. Mag ik het zelf proberen? Tuurlijk, geen probleem. Ga je gang. Oh, leuk. En dan? En nu klaar? Ja. En nou, het hendel zit aan de andere kant. Rustig aan. Andere kant. En dan haal ik eraf. Is die schoon? Hij is zeker schoon. Ruikt heerlijk dat ik toch ooit nog eens aan een kliko zou ruiken, hè? Oh, er komt nog een band omheen. Nou, ik dank u vriendelijk. Hoppa. Kijk nou eens even wat een schone kliko. Zo, dat is goed gelukt. Heb je goed gedaan? Hij ruikt goed ook, ja, hè? Ja, hij ruikt super fris. Dat is wat we willen. Helemaal goed. Nou, top. Helemaal goed. Nou, met deze sticker ben je in ieder geval verzekerd dat wij elke twee weken netjes de bak onderhouden voor je. Kijk. Zou die mevrouw blij zijn? Ik denk het wel. Die hier woont. Jammer genoeg is het niet mijn kliko. Je kliko hoeft dus niet per definitie te stinken. Gewoon een sticker erop en hij ruikt weer elke week naar bloemetjes. Of citroen dan.